Hallo, Mijn naam is Geld en leuk dat jullie kijken en luisteren naar de derde wekelijkse show. Met alle voor- en nabeschouwing van de races van de afgelopen week en de komende week. Ook veel dopingnieuws, vier of vijf nieuwsberichten over afzonderlijke dopingzaken. En mijn favoriete onderwerpen van de afgelopen week was dat de teammanager Unzewe van de Movistar opende om wissels in de grote rondes toe te staan. De grootste race van de afgelopen week was de UAE Tour voor Dames. Die bestond uit drie sprintetappes. En de derde etappe, de ene laatste etappe, was een bergop aankomst op Jebel Afid. Die Works stond voor het eerst van dit seizoen aan de start van de race. En gelijk ook met een heel sterke team. Wiebus voor de sprints. En Kopecki Die kreeg haar eigen kans om zich te meten in die derde etappe tegen pure klimmers als Realini, Longo Burghini die vorig jaar won. Mafi Garcia. Maar voor de start van de eerste twee sprints. De etappes had ik al wel het gevoel en uh, idee dat uh, die etappes, uh, die specifieke twee eerste etappes, uh, heel saai zouden gaan worden omdat uh, Charlotte Kool uh, de grootste concurrent in de sprints uh, van uh, Lorena Wiebes uh, ziek was. En uh, ja, het was ook het geval dat het saai was, want uh, Wiebes won de eerste twee sprints gemakkelijk, mede ook door uh, twee hele sterke leadouts van Lotte Kopecky. Voor de start van de derde etappe stond Lotte Kopecki vierte virtueel aan de leiding door het pakken van bonusseconden in de eerste twee sprintetappes. Wiebus deed echt fantastisch werk aan de voetvinding van de klim. Want de manier waarop ze een groot deel van het peloton liet lossen, was ongelooflijk, waarmee ze ook Kopecky terugbetaalde voor haar goede lead-out. En na die prestatie van Kopecky op de Tour vorig jaar in de Tour was het al wel duidelijk dat ze gegroeid was als klimmer. Ze is ook een paar kilo lichter. Maar ik had niet verwacht dat ze op de Jebel haar fiets zou domineren. Omdat je in de Tour de France op de tour Tourmalet kan verwachten. Dat ze op dat moment in het seizoen dan ook haar grote doel de Tour de France op haar best is. Maar in de eerste race van het seizoen voelt voor mij in ieder geval als een grotere prestatie van haar. Want dit is echt gewoon een bevestiging bovenop wat we dus al eerder van haar zagen. Andere ploegen als Lidl Trek met Realini en Longabugini had het niet heel slim aangepakt op die klim. Goede poging nog wel van Bradbury. Maar zij had pech dat het bij het einde van de klim nog wat afvlakte. En daardoor Kopecky terug kon komen. Misschien dat ze dan iets eerder had aan moeten gaan aanvallen op dat zijde gedeelte. Kopecky dan had kunnen lossen en dan een grotere voorsprong gehad op Kopecky voor het vlakke stuk. Maar Kopecky was gewoon heel erg sterk compliment. Wel voor uh, Phoenix de Koning en uh, FTG-SUBES in uh, deze UAE-tour. Want beide teams hebben echt uh, geprobeerd om uh, de druk bij SD de Burks te leggen en niet te wachten tot de sprint met uh, Wiebes tot de, de, tot de sprint en dan uh, Wiebes te winnen. En voor FTG-SUBES uh, heeft het een etappe overwinning opgeleverd met albekraak. Dus ik uh, blijf het nog steeds uh, niet begrijpen dat er gewoon niet uh, meerdere teams het proberen om in de ontstapping te gaan. Want het kan gewoon werken, dat hebben we dus nu gezien als je druk uitoefent op SD Works. Kopecky wint het klassement met 13 seconden op Bradbury. Mavi Garcia derde op 44 seconden. Realini vierde op 59 seconden en rent ze op de vijfde plek. Die heeft mij het meest verbaasd. Marion Bounel, 19 jaar, rijdt voor het Franse team Saint-Michel. En ik denk dat we haar vol seizoen, als ze in ieder geval deze ontwikkelingen aan gaat houden en blijft doorgaan maken. Haar contract loopt op af, dus dan zullen er zeker teams gaan zijn die bij haar huidige op het moment aan de deur gaan kloppen. Op voorhand van de Tour de la Provence had ik een gevoel dat met het ontbreken van een bergetappe dat een heel erg groot gemis zou zijn. Maar ik had het een volledig gemist. Want het waren bijna allemaal wel vermakelijke etappes. Ik denk wel dat deze race naast met Pedersen een aantal grote namen miste. Omdat Pedersen eigenlijk wel vrij gemakkelijk de eerste drie etappes won. Waarvan ik de manier hoe hij die derde etappe won echt heel indrukwekkend vond. Want hij zat ingevoerd. Geïsoleerd in een groepje. Frigo van Israël had in de laatste 10 kilometer nog ongeveer een voorsprong van een minuut. En Pedersen werd in dat groepje echt door niemand geholpen. Moest alles zelf doen om Frigo terug te halen. En ook renners van Arkea die aanvielen. En dan nog even de sprint winnen. Maakte het voor mij de meest indrukwekkende overwinning van de overwinning van dit jaar tot nu toe. Ik zou het heel mooi voor hem vinden als hij die laatste stap kan maken om heel dicht bij het niveau van de Van Aert en van de pool te zitten. En dat hij dit jaar misschien wel een monument kan winnen. Want als je ziet hoe hij nu rijdt, ja, het is niet tegen de beste concurrentie. Maar het geeft wel gewoon aan dat Mats Pedersen echt goed op weg is om de beste Mats te worden in het voorjaar. Finn Fisher Black heeft zijn niveau van de Alula Tour meegenomen naar Oman want daar won hij de eendaagse wedstrijd de Muscat Classic want hij reed weg op de laatste klim niemand kon hem volgen en hield het ook vol tot de streep, die Muscat Classic is simpelweg gewoon een manier om de grote ploegen naar de Tour, Oman, Tour of Oman te lokken met dus extra punten, 125 punten UCI punten kreeg Finn Fisher Black uiteindelijk, want die race de Tour of Oman is op dit moment aan de gang. Caleb Ewan won de eerste etappe. De enige sprint-etappe was dat voor Koka en Christophe. Het was absoluut geen sprint van een hoog niveau, maar ik denk wel dat Ewan deze overwinning heel erg hard nodig had. Want het scheelt enorm, er gaat er toch een kleine druk af als je al een overwinning op De tweede etappe werd gewonnen door Finn Fisher Black. Er was geen live-uitzending, in ieder geval geen live beelden. Die je konden zien van die etappe. Maar in de aanloop na de start van dit seizoen was ik nog wel wat twijfelachtig over alle ervaren renners die Sudo Quickstep hebben verlaten. En dus vrij nieuwe jong, ja, jonge renners die zijn binnengekomen. Maar wat ik tot nu toe heb gezien, een groot deel van mijn twijfels zijn echt weggenomen. Met Le Cerf natuurlijk die al heel erg goed was in, uh, in de Alula Tour. En Lamperti en uh, Manier in uh, Mallorca. En die twee waren ook in de tweede en derde etappe in uh, Oman gewoon heel erg goed. Want in die derde etappe worden ze gewoon opnieuw eerst en tweede. Dat werden ze ook al in uh, Mallorca. En dat gewoon uh, hier in uh, Oman uh, in een prima deelnemersveld. Dus echt gewoon uh, heel erg knap. En beide zijn het echte jongens om dit jaar rekening mee te gaan houden. En zeker natuurlijk voor de toekomst denk ik dat de grote klassiekers denk ik, hun wel moeten liggen. Ik ben er eigenlijk gewoon heel erg benieuwd wat ze dit jaar al kunnen doen in de wat kleinere klassiekers. In Colombia werd er ook zes dagen koers. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik al die zes dagen echt heb genoten van de koers. Want er zaten gewoon hele spannende etappes tussen. De eerste twee, twee sprintetappes in deze uh, ronde van de Colombia werden gewonnen door Kevinis en Caviria. Dus die als twee topsprinters die aan de start stonden, hebben die etappes verdeeld. Maar de andere vier etappes waren gewoon zeer vermakelijk om naar te kijken. Tejada won een etappe voor Astana, de Colombiaanse kant. Kampioen Osorio won een etappe. En Carapaz won de serieuze bergetappe. Maar won dan niet het klassement. Want die werd gewonnen door Contreras. En op voorhand had ik dat niet verwacht. Omdat een ploeg als IF toch echt wel meerdere opties had voor het klassement. Om ook tegen Contreras bijvoorbeeld uit te spelen. Maar Contreras is er dus in geslaagd om het eindklassement te winnen. Wel een beetje doordat hij in een van de eerste etappes... Tijd pakte door mee te gaan in de ontsnapping. Maar hij heeft in de, die etappe die Carapace won gewoon slechts 17 seconden moeten toegeven. Terwijl wij daarvoor ook gewoon al heel veel gaten moesten dichtrijden. Naar nou, alle IF-renners die aanvielen. Dus zeer knap gedaan door Contreras. Afgelopen weekend en maandag werd er ook gekoerst in Spanje. Met op zaterdag in Moersia, waar Ben O'Connor solo won. Wellens en waren daar ook heel erg goed in vorm. Maar O'Connor was er dus nog een stukje sterker. En het is voor hem de eerste overwinning sinds april 2022. Op de zondag was het een hele chaotische sprint in Almeria. Het is ook, denk ik, voor een, een groot deel de renners aan te rekenen. Maar de, als organisatie zei: dan mag je, denk ik, ook wel in de spiegel gaan uh, kijken. Wat betreft het uh, parcours. Want uh, de barrière aan de finish stonden gewoon helemaal uh, niet recht. Wout van Aard, die trok de sprint heel goed aan. En uh, Olaf Kooi won hem net. Want uh, Moschetti, die uh, de tweede werd. En uh, kwam eigenlijk ook nog wel redelijk uh, dicht in de buurt bij uh, Kooi. Maar dat had uh, te maken dat. Kooi je iets te vroeg juichen. De meest vermakelijke koers van de afgelopen week was voor mij klassieke GN, die gisteren werd gereden op de maandag. Spaanse kampioen Oya Lascano won daar. Naar mijn mening de beste prestatie die ik ooit van, heb van hem heb gezien. Want om het zo lang vol te houden. Hij zat allereerst mee in de ontstapping. En heeft er gewoon alle favorieten van zich afgehouden. Die tweede plek natuurlijk in dwars door Vlaanderen. liet ook al wel zien dat hij echt niet makkelijk kapot te krijgen is. Maar ik heb het gevoel dat hij ten opzichte van vorig jaar nog een stukje sterker is geworden. En dus uh, dit jaar uh, nog een uh, prominentere rol uh, gaat spelen in, in de Klassiekers. Want hij zou eigenlijk dat uh, gat moeten gaan op, opvullen van uh, Jurgensen. Die vertrokken is Visma. Die gingen uh, van start met uh, drie toprenners. Moesten op uh, de eerste sector al afscheid nemen van uh, een man uh, van een belangrijke renner. En dat uh, was ook de belangrijkste renner Wout van Aert op dit parcours wat hij had lek. Het was misschien niet het resultaat waar Koes en Tratnik op gehoopt hadden... door het wegvallen van Van Aert. Maar ik denk ook dat ze het niet heel veel anders hadden kunnen doen. Zo hadden ze niet, denk ik, moeten wachten op Van Aert. Want het, was, het gat was al gewoon te groot geworden nadat Van Aert weer op de fiets zat. En anders, als ze dat wel hadden gedaan, had je drie mannen misschien wel in de finale... maar waren ze ook redelijk gaar geweest. Lascano, dat mag ook gewoon natuurlijk gezegd worden... Was gewoon ongelooflijk sterk, de sterkste. En er waren nauwelijks manieren, ook van de andere ploegen. om hem van de overwinning af te houden. De Afgelopen week was er ook een hoop dopingnieuws. Met allereerst Antoine Tolhoek, die is geschorst door de UCI. omdat er sporen van anabole, androgene steroïden aangetroffen zijn. in een positieve dopingtesten van hem. Ik denk dat er in dit geval van hem in deze zaak twee scenario's zijn. Scenario 1: hij heeft het gewone bewuste gebruik. En hij deed het in een periode waarin hij trainde om meer spieren op te bouwen, harder te kunnen trainen, want dat krijg je met dat middel. En dan via een verboden middel een snellere positieve effect te hebben. Je kan je afvragen of je daar dan wat aan gaat hebben als duursporter, want het is geen sprinter, Antoine Tolhoek, maar een klimmer. Maar ik kan ook gewone situaties indenken waarin je als renner, dat is het geval bij Anton Tolhoek, al jaren eigenlijk gewoon kwakkelte met allerlei blessures. En dat het dan op een gegeven moment verleidelijk is om iets uit een potje te halen op het moment dat je dan niet via trainingen en wedstrijden meer voor elkaar krijgt. De andere kant en het andere scenario is dat het per ongeluk in zijn lichaam is terechtgekomen. En dat zou ook gewoon heel goed kunnen als hij daadwerkelijk in Thailand was om daar te trainen. Omdat daar gewoon ook heel veel vervuilde vlees. is. Dus het zou zo kunnen in landen als Thailand. Dat het kan gebeuren als je. Dat gebeurt in ieder geval eerder als in West-Europa. Alleen het is voor hem gewoon extreem moeilijk om dat te gaan bewijzen. En dan komt daar ook nog eens. Bij dat uh, op het moment dat er iets uh, wordt aangetroffen in jouw uh, lichaam, moet in dit geval de uh, Antwan Tolhoeken zelf het gaan bewijzen dat het uh, niet zo is. Het is ook heel lullig voor hem, maar eigenlijk heeft hij ook gewoon alle schijnen tegen. Met het gebruik van een slaapmiddel eerder, waardoor hij twee maanden op een non-actief is gezet. Dat hij in Thailand ver weg is gaan trainen. Dat hij voor een Portugese ploeg rijdt. Dus dit gaat ook allemaal wel voor een deel meespelen. En als hij het kan bewijzen, een strafvermindering wil. En ook voor andere ploegen die hem dan willen aannemen, gaat dat denk ik gewoon niet gebeuren. Het is dus heel triest voor Anton de Tolk, maar dat dit de einde carrière is, dat is wel een hele grote kans. Afgelopen week werd Frank Bonamour op een non-actief gezet. Ik denk dat het bekendste verhaal bij hem als renner is: dat hij in de toer van 2021 bijna elke dag in de avond was. Reed heel goed de bergop. Eigenlijk heeft hij daarvoor en daarna niet meer dat niveau kunnen aantonen. En hij is dus op een non-actief gezet omdat er zoveel. Afwijkingen zijn gevonden in het Blue van hem. Dus dit kan, denk ik, ook nog wel eens lang gaan duren. En als hij nog verder een procedure wil aanspannen. Maar voorlopig zal Bonaboer dus niet in actie komen. Waar het voor Tolhoek hoogstwaarschijnlijk einde verhaal is. Is dat ook zo voor Miguel Anke Lopez. Want de afgelopen week is er een in een rechtszaak vrij duidelijk aangetoond door de Spaanse justitie. dat Lopez zich winnens en wetens bijliet staan. Door de dokter, Minar, en uh, lieten uh, injecteren door een verboden middel. De laatste zaak is de oude dokter van Arkea, ook in de tijd van Nairo Quintana. Daar gaat het eigenlijk om, was hij de dokter bij Arkea en van Nairo Quintana. Want een paar jaar geleden in de Tour, ik denk dat dat was in de Tour van 2020, is er een inval geweest, hebben ze allerlei verboden middelen in beslag genomen. En tot dit moment was er eigenlijk heel weinig over naar buiten gekomen. Werd er heel weinig over gesproken, maar nu hebben ze de dokter in buiten... Beschuldiging gesteld voor in het bezit hebben en het toedienen van de verboden middel. Dus binnenkort is er een rechtszaak. En ik ben ook heel erg benieuwd hoe dat er vervolgd gaat worden. Ik blijf het alsnog bijzonder vinden dat de Movistar zich eraan hebben gewaagd en Quintana dodelijk een contract hebben gegeven. Maar dit verhaal wordt dus nog vervolgd en datzelfde geldt ook voor de andere zaken. Het kan toeval. Het kan natuurlijk toeval zijn. Zoveel verschillende zaken in een hele korte periode. Maar mijn gevoel zegt dat het geen toeval is. Want in de coronatijd was het echt gewoon een stuk moeilijker. Om te controleren werden er ook gewoon een stuk minder controles uitgevoerd. Dus dat kan een effect hebben dat er toch mensen zijn van we gaan het toch riskeren om wat te gaan gebruiken. Maar de sport is gewoon absoluut niet schoon, dat durf ik wel te zeggen. En het gaat ook nooit weg. En in de ene periode is het er gewoon meer dan in de andere periode. Dus het ligt eigenlijk gewoon heel erg aan hoe de dopingjagers erop hebben gezet. Unzube, de teammanager van Movistar, gaf afgelopen weekend een interview in de Keep, en uh, opperde om uh, wissels uh, toe te staan uh, in de grote rondes. Mijn allereerste gedachte was dat ik het uh, eigenlijk best wel uh, interessant uh, vond dat de voorstel van hem en dat voorstel ook niet gelijk naar beneden wilde halen. Maar over de haalbaarheid van het uh, voorstel, dat is gewoon uh, heel erg uh, klein. Want voor mij is uh, juist gewoon het doel van uh, de grote rondes om er, uh, te zien wie er uh, beter voorbereid is en wie van de renners gewoon drie weken lang kunnen overleven. Ik ben er gewoon op het tegen voor een wisselsysteem en dan helemaal gewoon in de laatste twee weken als je dan een frisse renner in je team gaat zetten, want een wissel kan dan de focus gewoon veranderen in één keer van een team. bijvoorbeeld naar een sprintteam of omgekeerd ik vind gewoon aan het begin van de tour heeft de teamleiding dan uh, gewoon een bepaald gaan ze specifiek voor het de klassementen team sturen specifiek voor de sprint of zelfs uh, voor de etappes en hoe ga je dat er uh, dan ook als er een renner gewisseld uh, wordt wat zijn dan de eisen om te wisselen en uh, je gaat uh, niet uh, voorkomen dat er uh, misbruiken van gemaakt gaat worden dus naar mijn mening uh, geen al te wel over idee uh, over welke idee van uh, Unzumé en uh, dit dus, uh, gaat gewoon niet uh, passen in het uh, Format van een grote ronde. En uiteraard denk ik ook dat dit nooit gaat komen. Voor deze week, wat betreft de races, kijk ik het meeste uit naar Algarve met de Remco die goed in vorm is. Want dat konden iedereen afgelopen zaterdag zien in de Figuria ja, Champions Classic, waar hij op een van de beklimmingen aanviel. Op ongeveer 55 kilometer voor de finish. En uiteindelijk met twee minuten won op de rest. Dus die is goed de winter uitgekomen. Er zit een tijdrit in de ronde van de Alcarve. Dus dat ligt hem gewoon heel erg goed. En datzelfde geldt ook voor Van Aert. Die start Ineos met de Pitcock, Thomas Aardman en Ganna Bora met de Martinez. En naast die teams uh, gewoon nog uh, hele sterke andere teams. Met uh, Lidl Trek voor uh, Gegenhardt. IF voor Ben Healy. En Del Toro krijgt denk ik uh, kansen uh, om uh, de leider te zijn in uh, deze race. Want het uh, ja, kan zijn natuurlijk dat dat ook uh, hier zie gaat zijn. Maar ik uh, kijk vooral heel erg uit. En ik ben ook uh, benieuwd naar uh, de tijdrit van uh, Del Toro. Want er staan uh, gewoon uh, hele grote tijdrit uh, kanonnen aan de starten van deze race. Waar hij zich uh, kan tegen gaan meten. Eigenlijk is Algarve de eerste echte race van het seizoen waar meerdere toppers uh, aan de start zullen staan. En datzelfde geldt eigenlijk ook wel voor uh, Andalusië. Niet uh, de toppers als uh, van uh, vorig jaar met uh, Bocaccia, Marcelanda, Gegenhardt. Maar alsnog uh, sturen UAE en uh, Bahrein sterke teams met uh, UAE, uh, Ayuso, Wellens, Soler... Bahrein, Poelse, Tiberi, Heek en zo. Dus beide denk ik twee hele leuke races om te gaan kijken hoe de verschillende klasse mensmannen ervoor staan zo vroeg in het seizoen. In Frankrijk wordt er ook nog een twee races waarvan één eendagskoers, klassiek van. en alp maritieme is kleiner geworden. Is een meerdaagse koers maar geen drie etappes meer maar twee. En toch hebben beide koersen wel prima mannen aan de start en al vooral de vrouwen. Franse toppers die uh, hun seizoenen in die races uh, gaan beginnen, de Barté, Du, Grégoire, Lenny Martinez, Guillaume Martin, Israël, met Teuns, Voegelsang en de Woods. Dus daar kijk je ook gewoon wel heel erg naar uit, maar het meeste toch naar uh, de ronde van de Alcarve. Voor nu allemaal bedankt voor het kijken en voor het luisteren naar deze video. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even de blauwe duimpje omhoog. Abonneer gelijk dan even hier beneden. Vergeet zeker even niet dat belletje aan te zetten. Zo blijf je op de hoogte van de komende video's die on online gaan komen. Volgende week ben ik er met uh, dit uh, format uh, natuurlijk uh, weer. Ga ik van alles uh, bespreken. Natuurlijk de ronde van de Algarve Andalusie. En uh, misschien dat er ook weer uh, wat uh, grote wielernieuwse komt. Als er echt groot wielernieuwse komt, dan maak ik er uh, gelijk een video. Dan, uh, Ga ik jullie hier niet laten wachten tot ik het erover ga hebben tot de volgende week. Maar dus voor nu bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Ik zie jullie sowieso graag terug volgende week. Laters.